Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een heel leuk bloemstuk maken. Een versie op de zomer in je bol. Echt, die was zo vaak besteld. Ik kreeg zoveel reacties, zoveel berichtjes. En ook heel veel vragen of ik vaker dat soort video's zou kunnen opmaken. Ook wat meer richting de herfst. Dus ik denk, dat gaan we vandaag doen. Daarnaast zijn jullie gek op bollen. Ik ben ook echt heel gek op bollen. Dat heb ik eigenlijk al vanaf mijn schooltijd. Ik deed vaak examens met het thema bollen. Dus het kwam veel vaak terug. En ik vind het ook leuk om dat aan jullie door te geven. Dus vandaag gaan we ook weer aan de slag met bollen. Heel veel zin in. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnabloemist.nl. Je kan verschillende versies bestellen. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar ik zou zeggen, laten we eerst gaan beginnen. Gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je het ook delen op Facebook of Instagram. Daar kan je me ook volgen. Ik zal het even hieronder neerzetten. Want ik deel vaak als er een pakket online komt, of er is een aanvulling, of een coming soon. Dat komt allemaal daarop te staan. Dus super leuk als je me daar wil volgen. Op de achtergrond kan je misschien wat gerommel horen, want het onweert aardig. Maar dat weerhoudt me niet van om dit mooie bloemstuk op te maken. Dus ik zou zeggen, laten we gaan beginnen. We gaan eindelijk aan de slag met deze schalen. Ik kreeg er ook veel vragen over. Industrieel is altijd heel erg gewild. Ik heb een grote voorraad, maar op het moment, ondanks een grote voorraad, gaat het ook heel hard. Dus wil je hem niet missen, wissel snel bij. Ik heb een lage versie, een grote versie. En je kan dus zelf kiezen welke versie je graag wil bestellen. Maar hij is ook heel erg mooi en heel erg tof als set. En dat ga ik vandaag laten zien. Dus ik haal je even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Je hebt dus een schaal laag en een schaal hoog. Dus ik begin hier. En ik heb een 9 cm bol en een 12 cm bol. Maar eventueel zou het zelfs ook zo kunnen. Als je op de website bestelt, kun je even goed kijken wat erbij staat, wat erin zit. Staat er altijd duidelijk bij beschreven. Maar heel leuk om ook als setje neer te zetten. Maar eventueel later ook als fruitschaal. Je kan er heel veel kanten mee op. En we gaan het niet moeilijk opmaken, want eenvoud zie je het. En het frame is al erg mooi. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe mooi het lijkt. Wel in herfsttinten. We gaan met appeltjes werken. Ik heb leuke appeltjes. Soort siervruchtjes. Mooie warme tinten. Daar gaan we mee aan de slag. De bol heb ik al vol laten zuigen met water. Let altijd op dat je hem niet onderduwt. Maar zelf vol laat zuigen. Ook niet onder de kraan houden. Maar eventjes een emmertje met water. Ga ik zo ook met deze versie doen. Maar we gaan eerst beginnen. We beginnen met de lage versie. En dus een kleine bol, 9 centimeter. We gaan hem mooi compact opsteken. De onderkant is niet nodig, want je laat hem in de onderkant vallen. Maar het is wel belangrijk dat je hem mooi compact en ook gelijkwaardig opsteekt. Dus ook qua materialen daar even goed op letten. Ik heb allerlei warme kleuren waar ik hem mee opvul. Allereerst begin ik met de trosroosjes. Geeft gelijk altijd een lief effect. Dus dat vind ik heel mooi. Belangrijk dat je de bloemen goed schuin aansnijdt. Ook wanneer je bloemen binnenkrijgt, altijd even goed schuin aansnijden. Let goed op de verdeling. Ik steek het een klein beetje boven de bol uit. Omdat er ook wat materiaaltjes komen die iets grover zijn. Dan past ze er straks mooi tussen. En eigenlijk steek je hem een beetje op zoals je een biedermeiertje opbouwt. Dus ik begin echt met de verdeling. En ik verdeel het daarin tussen. Snij alles goed schuin aan. Let daarop. En zorg dus dat hij overloop goed mee loopt. Dan gebruik ik verschillende mooie warme materialen. Maar eventueel zou je hem ook in een andere kleur kunnen bestellen. Mocht je dat mooier vinden. Dat kan je dus aan je persoonlijkheid aanpassen. Denk bijvoorbeeld ook aan de zomer in je bol die we hebben gemaakt. Die zou eventueel ook kunnen hier in dit frame. Dat is ook heel erg leuk. Dus zeg je, ik ben nog niet klaar met de zomer. Ik wil nog wat meer met schelpen en dat soort dingen werken. Dan kan het natuurlijk ook. Dat is ook erg mooi. Mooie katamens. Zet er ook bij tussen. We gaan nu meer verschillende materialen gebruiken. De zomer in je bol was vooral heel veel roosjes. En gipskruid is echt het lievere. Dit is ook wat al gauw al liever, omdat je met fijne materiaaltjes werkt. Maar we gaan hem wel wat meer gemengd opsteken. MUZIEK
Zoals je ziet zorg ik goed voor de verdeling. En als je het mooi compact insteekt, kan je eigenlijk altijd alle bloemetjes weer gebruiken. Dat vind ik altijd mooi aan een steekschuim bloemstuk. Dan heb ik nog een andere tint roosjes. Mooi warm van kleur zo bij elkaar. Ook die verdeel ik ertussen. Wat wel mooi hè jongens. Dan heb ik hele leuke, soort besjesachtige producten. Hè? Kijk, een beetje herfstachtig. Heel leuk. Het zit op een ijzerdraadje en die doe ik ook met ze. Zit er een beetje nog in elkaar, dus ik haal ze even los. En, want ik vind het wel mooi om ze één voor één te verwerken, maar je kan ze ook samen verwerken. Ook die steek erbij tussen. Dat geeft gelijk een beetje zo'n herfstig effect. En qua kleur vind ik het heel erg leuk. Dit doe ik ook met mooie appeltjes. Deze kan je gewoon even op een satéprikkertje prikken. Ja, dat hoort wel een beetje bij die warme tint. Hè? Je kan ze eventueel gewoon onderin, maar wat soms ook leuk is om het juist aan de zijkant te doen. Omdat het qua kleur ook heel erg mooi ertussen is. Dus het hoeft niet per se met het steeltje omhoog. Daar mag je gewoon in spelen. Het is toch echt een plaatje. Ga ik ook doen met de grote bol. Dus de 12 cm bol in het andere frame. Dit doe ik eigenlijk gewoon op dezelfde manier. Ook eigenlijk een beetje met dezelfde materialen. Dus ik ga het nu versneld afspelen. Want jullie weten nu precies hoe het werkt. Maar toch wil ik het even aan jullie laten zien. Het zijn al echt plaatjes. Je zou zeggen niets meer aan doen. Maar wat ik nog wel heel leuk en speels vind is het visjesgras. Kan je in delen gewoon gebruiken. Dus je hebt eigenlijk daarnaast al één takje wel genoeg. En het is ook eventjes dat speelse erbij tussen waardoor het iets meer zwierig wordt. Je kan het ook zonder doen als je zegt ik wil hem gewoon mooi strak houden. Kan dat ook. Of in één bol. Als je er twee maakt en je zegt ik wil het gewoon maar één bolletje houden. Ook heel erg leuk als je hem bijvoorbeeld op de tuintafel neerzet. Als het nog een beetje mooi weer wordt, want dat is natuurlijk hier in Nederland de vraag. Of in België, want ik weet dat er ook heel veel Belgische kijkers zijn. Maar dan, als het een beetje door die winter doorkomt, dat geeft een heel speels effect. Het
Het is nu ook al echt heftig weer, want Om weet ook haar aardig. Maar jongens, kijk dan. Je kan hem eerst nog verbinden met berengras. Je kan nog bogen maken. Je kan er van alles mee doen. Maar ik vind het juist heel erg mooi dat je zo door het frame kan kijken. Dat je het speels effect krijgt. En door het verschillende materiaal erin maak je hem toch eigenlijk heel apart. Dus juist door te werken met de materialen en de materialen tot zijn recht te laten komen in zo'n bloemstuk is het gewoon heel erg mooi. Wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Lekker makkelijk. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je het ook delen op Facebook of Instagram. Tag mij, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Dus dat is heel erg leuk. Maak je kans op een cadeaubon. Ja, en dat gezegd te hebben, hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik vond het een hele leuke les. Niet moeilijk, maar je maakt wel een heel mooi bloemstuk. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.